Mijn ideale date heet liefst niet Olaf of Henk. Luistert met plezier naar mijn geweldig vals gezang. En ja, hij moet niet al te gespierd zijn, maar de spier tussen zijn benen, die mag wel goed werken. Mijn ideale date, vrouw, is een exotische vrouw. Heeft altijd respect voor mijn familie. En ze kan ook goed koken en bij voorkeur Italiaans. Hallo. Hey, Antonina. Ik ben Melissa. Alles goed? Wat is je van reizen? Reizen, ja. Zeker. Ik wil de hele wereld ontdekken. Wat heb jij bovenaan op je verlanglijstje staan? Wereldreizen. Ja, ik ook. Oké, ideaal dan. Kunnen we samen gaan? Hè? Ideaal. Doet jij... Allee, zet jij student of... Nee, ik werk. Ik fulltime in een kledingwinkel. Ah, ja, okay. Jij? Ja, ik studeer nog. Toegepaste psychologie doe ik nu. En jij? Gaat jij veel op stap? Ik ging veel op stap, maar dat is minder geworden. Zo, je zit dat direct uitgezien. Hè. Ja, als je druk hebt met werk en zo, dan... Ook. Is dat ook wel... En kijkt jij... Bepaalde series of alleen dat je een serie kijken? Ja, Supernatural en Vampire Diaries. Oh, zalig. Helemaal uitgekeken al, ja. Welke? Supernatural of Vampire Diaries? Vampire Diaries, ja. En dan de originals? Nee, moet ik beginnen. Ah, oké. Eerst die twee afkijken dan. En Suits toevallig? Nee. Echt een geniale serie, sowieso aan beginnen. Ik heb wel Glee gekeken. Ja, ook. Ja. Alles. Zalig, oké. En welke roots heb je? Italiaans. Echt? Ja. Van waar Italië? Ja, mijn nonno is van Sicilië, geloof ik. Amai, adrenaline, jong. Heb je rijbewijs? Ik heb mijn rijbewijs, ja. Nog niet zo lang, sinds dit jaar. Ah, oké. Okay. Hoeveel keer gegaan? Drie keer. Ik heb één keer gedaan. Ik ben maar één keer gegaan voor mijn rijbewijs. Ah ja, oké. Okay. Vijf keer theorie wel. Ja, ik ben een meisje, hè. Parkeren lukt nog steeds niet goed, dus. Oh, bij mij ook niet echt. Zo... Heel mooi in een S, dat lukt nog altijd niet. Het was een leuke dag. Gaan we nog drinken? Ja, zeker. Een paar achteroverkap, ja. Is goed.